Terwijl ik bij een nieuwe vlog. Met op de achtergrond. Als ze morgens vroeg je klokje slaat. Vandaag wordt eerst de hele doorloop in kleding. Spannend, kijk, zo zien we eruit. Maar over 6 weken is het al zover. 6 weken, jongen, koop je kaartjes. Deel de video's. Ja, en kom gewoon kijken. Ja, doei. Handelen door die jongen. Eerst meemaken, Jans. Waarom loop je niet weg? Ik durf niet. Die zo bang zijn. Zie je, eerlijk gezegd, ik geloof dat ik ook bijzonder opbouw. Ik zou echt doodgaan van verdriet. Als je ik ben hier vandaag met Femke, want ik heb weer een interview voor jullie. Femke, hoe lang ben jij lid van Times Square? 8 jaar, 10 jaar denk ik. 8 jaar. En je hebt al heel wat dingen meegemaakt met Times Square. Heel wat dingen gemaakt. Nu doen we de Jantjes. Ja. En jij hebt een behoorlijk leuke rol. Ik heb Vertel de eens. Allerleukste rol. Ik ben Jansie. En Jansie is het liefje van Schelemanus. Maar die is niet helemaal zeker of ze nog wel met Schelemanus wil. Want ja, hij is nou eenmaal scheel. En er zijn wel knappere mannen op de wereld dan zo'n schelen. Dus Jansie die is een beetje aan het kijken, een beetje aan het onderzoeken wat er nog meer op de markt is. Heel interessant. Allemaal. Heel interessant. En hoe vind je het om zo deze rol te spelen? Ja, superleuk. Jans is een hele enthousiaste meid. Heel lief, heel vriendelijk. Ze staat vol in het leven. Ze houdt van een grap zo nu en dan. Het is niet te serieus. Nee, heel erg leuk. Leuk om te doen. Ja. Ja. En komt dat dicht bij jezelf, die rol? Of denk je van, nou, het is toch wel heel anders dan ik? Ja, er zitten in elke rol zitten wel dingen waarvan je denkt van, ja, dat past echt heel erg bij mij. Ja. Ook dingen die wat minder. Ik geloof niet dat ik het überhaupt al met een schelen aan zou leggen. Dat heb ik niet hardop gezegd. Knippen we er even huis op het heen. Nee, maar dat enthousiasme, dat herken ik wel. En gewoon vol overal inspringen, dat is leuk om te doen. Ja. En hoe bereid jij je voor op je teksten, je liedjes, hoe doe je dat? Heel veel lezen, heel veel doen. Met mijn vriend thuis op de bank, tegenspelen. En ja, het kost me meer moeite dan ik dacht. Ja, maar wel. Het begint er nu toch wel lekker in te komen. Lekker. Ja. Hé, dan heb ik altijd één laatste vraag. Als ik tegen jou zeg de Jantjes, waar denk je aan? Feest. Feest. Feest en gezelligheid. Gewoon één woord feest. Ja. Nou. Maar ook met die traan en die ontroering. Het heeft eigenlijk alles wel in zich. Het is een hele, heel mooi verhaal. Hè? Het hele spectrum. Ja. Nou, het was kort en ik wil je bedanken. En tot de volgende video. Kijken, allemaal komen kijken. Nee, dat ga je nog niet slim. Maar waar het om gaat is dat je iets speelt een rol, maar je bent jezelf. Je moet jezelf allemaal blijven. En dan komt het er vanzelf uit. Dan is het levend. Je hoeft te staan en de tekst en alles doet het. Alles doet het. Je moet ook af en toe naar anderen kijken waar je denkt van dat is goed. Het gaat dan vanzelf. En dat is wat ik. Dat is eigenlijk. Maar je bedoelt met zingen dat het te veel dit. Dat het sommige te veel dat dit. Te veel telt wordt in een handen. Vlieg met me mee naar de regenboog. Vlieg met me mee naar de regenboog. Dat, alles wat je zegt, alles vertelt met die handen. Want het is allemaal heel goed. Ik neem een voorbeeld van jou, die daar zat, op een gegeven moment, niet zo lang geleden, en helemaal niks deed met je handen. En het lied zong. En dat was het. Dat is heel goed hoor. En zo moeten jullie, daar moeten jullie naartoe. We hebben getekend. Alle twee. Als je familie de omlaag van een gekke. Je excuseren moet laten verrekken.